trailer, we hebben het er net al over gehad, de trailer die is best wel prikkelend, nieuwsgierigmakend. En eigenlijk is mijn motto, wat steeds in het verhaal en in het boek terugkomt, niets is wat het lijkt. Dat is een beetje een terugkerend thema, een terugkerend motto. Niets is wat het lijkt. Alles wat je ziet, denk je van, nou, klopt dat wel? Dus wat dingen in je leven tegen je van, klopt dat? Waar gaat het over? Is het wel mogelijk? Ja. Neem nu bijvoorbeeld de gasboring in Groningen en ook in Drenthe. Er wordt ons wijsgemaakt dat dat door die aardbeving door de gasboring komt. Maar is dat wel zo? Dat is een vraag die je kan afstellen natuurlijk. Van, ja, zijn dat wel? Wordt ons soms niet wat voorgespiegeld wat iets heel anders blijkt te zijn? Ik heb daar namelijk ook mijn bedenkingen bij, dat het dus niet door die gasboring komt. Ik heb namelijk wat aanwijzingen gevonden in een 400 jaar oud boek van een Drentse predikant, hier uit Coevorden, die hier ook in Coevorden predikant en dominee is geweest, Johan Picard. Zegt hij namelijk wat of niet? Ja. Hij heeft in 1600 tot 1670 heeft hij geleefd. Hij heeft dus een boek geschreven. Ik heb hier de eerste drukte van. Sinds een 400 jaar oud boek. En dat heet, het heeft een verschrikkelijke titel. Korte beschrijvingen van enige verborgen antiquiteiten en nog iets en nog veel meer. Nou, vreselijk zo'n titel, onverzeerd, wat beter de Huns of zo kunnen heten. Maar elk hoe het geschreven is, ja, er is er niet doorheen te komen. Het is heel oud-Hollandse leesstijl. En ook in een lettertype, daar maken ze tegenwoordig geloof ik alleen nog maar tatoeages van. Dus het is. Maar ik heb er toch een beetje doorheen gescrolld. En ik heb toch wel een aantal. Ik moet trouwens even mijn excuseren. Ik heb een beetje grieperig geweest. Nog de nasleep ervan. Dus ik hoop dat ik het volhou de komende half uurtje. Maar ik heb hier wat aanwijzingen in gevonden. Wat dingen opgeschreven heeft. Dat ik denk van, dat is wel heel opvallend wat hij daar schrijft. En dat is dus al 400 jaar geleden. En nou, voor zover mijn geheugen, voor zover mijn kennis trekt, waren er 400 jaar geleden nog geen gasboringen. Maar ik heb dus wel in het boek gevonden, precies te zijn. Die Picard die had het al over ballenkuil, zeg je dat? Dat is een soort, dat kun je nu het beste vergelijken met een soort openluchttheater. Dat is het dus, dat is dus heel vroeger ook al. 5000 jaar geleden hadden ze dat ook al. En daarin zaten de reuzen en die kwamen bij elkaar en die hadden ook spreken met elkaar en druk en doen. Hij ontdekte die Johan Picard, die dominee, die deed dus onderzoek naar de historie van Drenthe en naar het oorsprong van de bewoners, van de Hunebedden, dat is allemaal ook in het boek beschreven. En daar had hij dus over de ballerkuil, dat daar iets mysterieus mee was en dat daar al trillingen waren. Nou, dan vraag je je af hoe is het mogelijk. Er waren dus toen al aardbevingen, maar nog geen gasboringen. Dus oké. Dat zette mij wel even aan het denken en dacht ik van, nou, ik ga er even verder. Naast die trillingen had hij het ook nog over, dit is trouwens Johan Picard. Vergeet het door te klikken. Maar dat is dus een predikant, een Drentse predikant. Die heeft hier, ik weet niet precies vanaf wanneer, maar in ieder geval de laatste jaren heeft hij hier onderzoek gedaan. En dat in het boek dus. Picard die had het ook over de reuzen dus en wat er ook hij noemde de hunnebedden, die heette toen nog geen hunnebedden, noemde die stenen hopen en hij vroeg zich ook af van ja, hoe komen die hopen daar? Zijn dat de reuzen die dat gefabriceerd hebben of het is een andere oorzaak. Die steden komen, weten we natuurlijk allemaal uit de historie, die komen uit de ijstijd, zijn die natuurlijk hierheen getransporteerd, maar die lagen toen niet zo keurig netjes op een hoop. Dat is op een of andere manier
Ja, de mensen hebben dat gedaan. Dus ja, hij vroeg zich ook af van hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Waar hij ook in zijn boek op een gegeven moment over schrijft, op een bepaald moment, is dat hij staat op één bepaald hunnebed waar iets mysterieus in schuilt. En het was hem ook niet helemaal duidelijk, maar hij had het weer over dat blauwe licht. Het licht van de vader had hij het weer over. En ja, hij liet ook wel doorschemeren dat het wel iets mysterieus was. In mijn boek daarentegen speelt het boek van Picard en de dominee zelf speelt een belangrijke verhaallijn. Die loopt structureel door het hele boek, loopt die verhaallijn. En Danny de Vries, dat is een jonge archeoloog tegenwoordig, in de tegenwoordige tijd bedoel ik, die stuit ook op dat hunnebed en die ontdekt ook al dat daar iets vreemds mee is. Dus hij vraagt zich ook af, ja, wat is er aan de hand? Dus hij gaat daar. Dit is alweer een beetje vergaande glorie. Want je moet je nog voorstellen dat eromheen waren een soort niveautjes nog. Dus een soort zitten, het was echt een soort arena. En daarin zaten ze dus. Hielden ze dus vergaderingen, besprekingen, kwamen ze bij elkaar en weet ik wat ze er allemaal deden. Maar ja, dat was best wel cool. Die balkuilen zijn nog steeds te vinden op bepaalde plekken hier in de Rijn. En nog steeds van die typische lage kuilen en nou ja, soms zie je nog wel eens die contouren van die verdiepingjes erin. Dus een soort amfitheater. Een soort, die hebben ze echt graag. Ja, dat hebben ze ook 5000 jaar geleden al. Hè? Dus hebben ze dat al uitgegaan. Even kijken of ik even terug op een... dit is het Vaticaan. En waarom laat ik dit zien? Omdat Picard deed best wel wat stof opschudden in Rome. Je moet je voorstellen, de kerk, het katholicisme, was in die tijd, in de 1600, die periode, was hier in Nederland not done. Het was nog een beetje uit de boze. En het bisdom Utrecht, dat zat in het Vaticaan toen, in die tijd, in Rome. En daar kregen ze lucht van die Picard in zijn handel en wandel. Dus ze dachten natuurlijk van, wat is hij hier aan het doen? En ook van dat boek wat hij geschreven had. Maar ze helemaal niet over te spreken. En ze bedachten dus snode plannetjes om, misschien heel bizar gezegd, maar om het zwijgen op te leggen. Of in ieder geval ook dat boek te voorkomen dat het boek verder verspreid zou worden. Daar zijn gewoon hele... plottheorieën over hoe dat gegaan is. Picard is hier uiteindelijk in 1670 aan een natuurlijke dood gestorven. Hij ligt hier begraven in een graf ergens in de kerk. Daar, ik weet even niet welke kerk het is. Weet jij dat, hoe die kerk is? Daar ligt zijn graf. En hij schijnt gewoon een natuurlijke dood gestorven te zijn, 70 jaar leeftijd. Maar ja, dan kun je dus best nu wel wat gaan afvragen van, is dat wel zo? Is die wel aan een natuurlijke dood gestorven? Of is er misschien nog iets anders aan de hand? Want het Vaticaan was echt serieus met hem. Ze wilden zelfs destijds de hunnebedden gewoon helemaal weghalen. Alle hunnebedden, weg. Want het was rijksgennis en godslastering en noem maar op. Ja, meestal die hunnebedden zijn best wel zwaar, dus die kreeg ik niet zomaar weg. Ze hadden zelfs een leger ingezet met 150 soldaten om die hunnebedden weg te krijgen. Maar het is uiteindelijk niet gelukt, ze hebben het opgegeven. Wat was er bedreigend aan? Ja, het godslastering en het geloof. En ja, die Picard die ging helemaal los. Die predikte God, die predikte alles wat los en vast zit. En die ging helemaal tegen het katholicisme ging in. Ja, maar die relatie met die hunnebedden? Omdat hij, die Picard schreef erover. Ja. En die schreef erover over het ontstaan van Drenthe, over de vroegere bewoners. Natuurlijk ook het geloof en alles in voor. Ja, ik heb niet het hele boek gelezen, maar er liggen allerlei linkjes en dat hele geloof dat stond toen een beetje op onze schroeven. En die Picard ging op een gegeven moment gewoon helemaal los daarin en een beetje buiten zijn boekje om als dominee of als predikant zijnde. Ja, en dat werd niet gewaardeerd in het Roomse door het bisdom Utrecht. Dus dat snap ik, maar dat ze zich ook niet doen willen richten. Nou ja, omdat de Picard erover schreef en die schreef erover van ja, het is. Reuzen en witte wieven en
allerlei anti ja, ja. Het ging erg, het druisde erg tegen het geloof in, allemaal. En ook, ja, die hudden werden, had daar ook mee te maken. Dus. En ook omdat die hudden werden aangemerkt als grafplaatsen, dat was eigenlijk hier. Ja, en dat kan gewoon niet. Je kan daar geen mensen begraven en dat is nooit gebeurd en dat mag ook niet. En in die sfeer wilden ze dus ook die hudden werden weg hebben, omdat dat dus ja, heiligschennis is. Zo ver ging dat in. We kennen allemaal drie dimensies. Lengte, breedte, diepte. Ja, zeg goed, lengte, breedte, diepte. Of hoogte, ja, net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Er is al een vierde dimensie. Heb je een idee wat het is? Mysterieus of zo. Ja, dat zou kunnen. Tijd, hoor. Tijd. De vierde dimensie is tijd. Tijd en ruimte hebben heel nauw met elkaar te maken. Er zijn allerlei theorieën over. Er is heel veel onderzoek naar, heel veel wetenschappelijk onderzoek. Dat hangt heel nauw samen. Mijn boek bestaat uit drie tijdlijnen. De eerste tijdlijn is die van de dominee, Johan Picard. Dat is van 1600 tot 1670. Dan heb je een tijdlijn van het Trechterbekervolk. Een boerendorpje, 5000 jaar geleden, uit de Lübeck-tijd. En dan de derde tijdlijn die is het Trechterbekervolk met de reuzen. Het zal druk waren met de Lübeck. Een andere tijdlijn die ook nog door Pompeii loopt, de derde tijdlijn, is die van Vincent van Gogh. Die is hier natuurlijk in 1883 is die hier, geweest, 3 maanden lang, in Nieuw Amsterdam. In het huis van Scholten, hoe noem ik Scholten? Hij heeft hier ongeveer drie maanden gezeten en die heeft daar hier schilderijen en wat tekeningen gemaakt. Ook het kerkje van Zwelo heeft hij een tekening gemaakt met een gaten. Daar gaat hij trouwens weg naar het kerk. Heeft hij een tekening gemaakt met een herder erbij en met een schaapskudde. Dat is een van de bekendste. De ophaalbrug in Amsterdam heeft hij een tekening van gemaakt. Wat de landschappen, wat de boerderijen. Ophaalbrug. Nee, nee, de omslag van het boek die hier. Nee, dat zijn 5 uur. Nee. Zo ver gaan we nog niet. Wat hij ook gemaakt heeft, is de Sterrennacht. Dat is wel een hele bekende. Die heeft hij niet hier gemaakt, die heeft hij ergens in Frankrijk gemaakt. Maar wat wel een beetje bijzonder is, hij heeft wel een schilderij gemaakt met hun bed onder de Sterrennacht. Dan denk je van, ja, is dat wel Lübeck onder de Sterrennacht, maar hier is hij zelf mee bezig nog. En dan vraag je af van, ja, is dat wel de Sterrennacht onder het Lübeck? Of boven het Lübeck? Of is dat niet iets anders? Of is dat weer, heeft dat misschien weer te maken met het blauwe licht of zo? Waar ook die dominee Picard over heeft gehad, dat hij ook al tijdens zijn onderzoek een blauw licht bij hun werd gestuurd is. Dus er liggen wat linkjes in die parallele tijdlijnen. Van wat heeft Van Gogh ook, wat is Van Gogh ook op het spoor gekomen toen destijds? Nee, bij het moment dat ene punt werd. Het zou best kunnen zijn dat hij ook dat licht gezien heeft. En dat hij dus dat als inspiratie gebruikt en daar een schilderij van gemaakt heeft. Niemand heeft het schilderij trouwens al gezien. Dat bestaat hier, zag het niet. Bestaat. Ja, daarom zeg ik het maar weer. Het thema wat
constant door mijn boek heen loopt, is niets is wat het lijkt. Het is normaal. Ik heb trouwens het vermoeden dat dat schilderij, dat dat misschien zelfs wel heel erg dat dat ergens in een van de stoffige kelder van het Vaticaan ligt. Kelder dan, hè? Dus, wie weet komt het ooit nog eens boven water. Het zou wel heel spannend zijn. Ook iets heel aparts wat in het boek van Picard naar voren komt. Dat zijn, op een moment heeft hij het over een edelman. De naam, ik ben niet zo sterk in het Frans, maar een edelman, Ben Pasteur, Bouclé et Man. Daar heeft hij het op een gegeven moment over in zijn boek. En wat is nou het frappante ervan? Wat is daar de betekenis van? Ben Pasteur, uit het Frans, dat is mooie dominee. En dat was de bijnaam van Vincent van Gogh. Die noemde ze het mooi. Zijn de vader van Vincent van Gogh is ook dominee. En dus ze noemden hem, ja, gekscherend, noemden ze, Vincent van Gogh noemden ze de mooie dominee. Als bijnaam dan. En Bouclé et Man, wat ook waar Picard het ook over heeft, de schilderman. Het Frans vertaald. Nou, dat maakt het allemaal wel heel mysterieus natuurlijk. Wat, hoe kan die Picard in 1650 al weten over Vincent van Gogh? Dat kan natuurlijk niet. Maar toch, er liggen weer aanknopingspunten. Nou, dat is eigenlijk iets waar Danny de Vries, die archeoloog, op een gegeven moment tijdens zijn onderzoek ook tegenaan loopt. Kijk maar, die komt dus ook van alles wat ik net allemaal vertel, dat komt hij ook op het spoor. Dat is dus eigenlijk een beetje zijn verhaallijn, zeg maar. En die raakt daar best wel in verstrikt in al die theorieën en al die ontdekkingen die hij doet. En het gaat zelfs zo ver dat hij zelfs tegen dingen aanloopt met gevaar voor eigen leven zelfs. Hoe verder hij ontrafelt en hoe meer hij te weten komt, hoe gevaarlijker het wordt voor hem. Nou, dan zijn we eigenlijk nu een beetje bij een punt aangekomen van wie of wat zijn nou eigenlijk de huns. Even spieken we die dia. Dan ga ik je zo'n mooi afkijkscherpje. Weet je wie dit is? Nee. Nou, ik zou het ook niet geweten hebben, hoor. Ik keek ook ooit naar zulke films. Sorry? Ik keek ook ooit naar zulke films. Oké, okay. Ja, hoe je ook verhouden inderdaad. Dat is ook al apart genre. Dit is Attila de Hun. En die leefde in de 5e eeuw. En die was dus leider van... dat noemen ze ook de Huns, de Euro-Aziatische nomaden. Oh. Dat was een volk tussen Europa en Azië, waar behoorlijk aan het huishouden waren. Want het waren precies geen lievertjes. Nou, als je hem ook ziet, dan weet je ook al genoeg. Het waren echt barbaarse types die op hun paardjes kruistochten hielden en alles wat ze maar tegenkwamen in puin hielpen en om zeep hielpen. Dus die hebben flink huisgehouden tussen Azië en het oosten van Europa, zeg maar. Ze zijn gelukkig hier in Nederland nooit gekomen. Het werd in 454 werden ze door de gotische stammen werden ze uiteindelijk tot halt geroepen en min of meer verwoest. Maar ja, ook dat kun je afvragen, van zijn ze wel echt verwoest? Is die stam wel echt helemaal volledig om zeep geholpen of is het... zijn er toch nog nazaten of nastammelingen van die Attila de Hun aanwezig? Want ja, de Huns, ik blijf steeds maar een beetje die vraag stellen van ja, wie of wat zijn nou eigenlijk de Huns? Ikzelf titel het als Lonely Few op deze aarde. Het is een klein groepje, een klein geselect groepje mensen die op deze aarde rondlopen, die macht hebben, die. Geld hebben, die controle hebben over alles, controle hebben over de tijd,
En ja, dat is best wel angstaanjagend. Of beangstigend is het nog uit. En iedereen binnen onze eigen omgeving, denk ik dat iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving wel heeft die ook daartoe behoort. Ik weet zelfs iemand. Jagger. En ik weet zeker dat hij er ook een is. Hij zingt gewoon hier heel sinister, Time is on my side. Hij heeft gewoon controle over de tijd. Hij heeft de tijd aan zijn zijde. Dat is een sterk punt, een sterke toef van de Huns. Die hebben de controle over de tijd. En dat is een rode draad die steeds door het boek heen loopt, de tijd. Oh, ik geloof, ja? Ja, dat is een beveiliger van het Vaticaan die zegt nu dat ik moet stoppen. Ja. Maar dan was dat het eventjes. Dat is voor me nog een beetje. Oké, nou, laten we nog even een beetje na. Dat is een vast punt. Ja, voor een select publiek. Zeker, heel select. Ja, dankjewel. Ja, dank je daarvoor voor alle moeite. Gaaf, dank je. Ja, je hebt toch wel alle moeite voor gedaan. Ja, natuurlijk. Dat is het doel.